Ik denk, ik ga gewoon een brief schrijven. met een synthese van mijn zoektocht. En die deel ik gewoon als hardcopy uit aan iedereen die ik ken. Dus vrienden, familie, collega's, buren, you name it. Iedereen die ik ken, die kreeg gewoon een hardcopy brief van mij. En uh, dat was echt wel een coming out. En in onze hoogtijdagen 2015, toen hadden we zo'n 100 medewerkers. die aan het platform meewerkten. En uh, zo'n kwart miljoen bezoeken per, uh, per maand. Hun blik, zeg maar, die, is, die mij dingen ook in mezelf heeft doen laten zien, uh, die is totaal anders als alle spiritualiteit. Geen engelen, uh, geen overleden mensen, maar zij hebben een kijkje achter de realiteit van de mind control. In hoeverre kun je weten dat jouw gedachten van jou zijn? Ja, de kwantumfysica, zeg maar om uh, in waarheid je leven te leven, dat is eigenlijk het belangrijkst. Ja, maar zeker op, in, in spiritualiteit waar geen mindcontrole in zit, dat ja, is gewoon lalaland. En we zijn gewoon ook warriors. En we moeten gewoon echt vet met die vuist op tafel gaan slaan. Heel vet. En uh, dat, ma dat moet ook. Dat is onderdeel van die kwantumfysica klein beetje kippenvel wat je net zei Warriors ja toch? ja toch ja man ja en wat is dan um, het nut zeg maar van de creatie waar wij in zitten als in waarom ja we zeg maar volgens uh, de theorie van van Martijn en zo weten we dus ook niet precies wie ons gecreëerd hebben of wel Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemershow. Show vanuit de studio in Rotterdam. Vandaag niemand minder dan Arjan Bos. Helemaal vanuit Tessel zelfs. Het is uh, half elf toen, toen hij hier aankwam, dus ik, uh, hij is vroeg weggereden. Super dank dat je er wil zijn. Korte voor introductie voor. Uh, ja, nice. Uh, korte introductie voor Arjan, voor de mensen die hem nog niet kennen. Arjan is namelijk de oprichter van Earth Matters. En Earth Matters is een, uh, een, een platform, een nieuwsplatform eigenlijk. waarmee hij sinds 2008 met zijn team bezig is. van het tonen van het andere nieuws. Een behoorlijke tijd dus. En daarvoor was hij al uh, tien jaar bezig met het organiseren van workshops en events. Eigenlijk allemaal in hetzelfde hoekje bewustzijn en dergelijke. Um, ja, voor mij is Arjan dus eigenlijk wel een van de grondleggers van de alternatieve media. En heeft hij ook de weg vrijgemaakt voor podcasts als deze. En de alternatieve media, die dus nu zoveel en overal te zien zijn. Wat denk ik heel belangrijk is en ook onwijs goed. Um, dus super dank, Arjan, dat je er wil zijn. En uh, dat we het gesprek gaan doen. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Um, een mooie intro. Een mooie intro. Ja, ja. nou, ja, het, is, het is echt waar. We gaan er zo meteen gelijk, uh, gelijk mee aan de slag. Maar voor we gaan beginnen, liever in ieder geval, mijn groot plezier door de podcast te delen met jullie uh, vrienden en op jullie socials. En op www.troemenshop.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij en het team natuurlijk enorm. Wij gaan beginnen met het normale gedeelte van de podcast. En uh, aan het einde van de rit gaan we weer de kijkersvragen doen. Die zijn ingestuurd. Super tof. En die zijn dan enkel te zien op Dead Spirit. Uh, jongens, dankjewel voor het kijken, voor het voor delen en voor al jullie steun. Wij gaan gauw beginnen. Arjan, ah, dankjewel, man. Um, ja, wat ik net al zei, ja, je vond een mooie intro. En ik, het, ja, het is ook zo, je bent hier al zo lang met deze materie bezig. En ik vind het, ik heb wel vaker mensen in de podcast die hier al zo lang mee bezig zijn. Dat zijn gewoon een aantal mensen in Nederland die dat, die dat al doen. Uh, daar heb ik diep respect voor. Want uh, ja, ik heb natuurlijk een beetje mijn reizen mee mogen maken van de afgelopen drie jaar. En die is intens geweest. Um, maar ook wel, besef ik me altijd wel, dat ik ook wel ben ingestapt in een tijd dat het ook populair begon te worden, zeg maar. Ja. Eh, sinds corona is er denk ik volgens mij een behoorlijke golf aan bewustzijn uh, met zich meegekomen. In ieder geval op een bepaalde laag. en ja, zeker. Uh, Is er ja, veel meer animo eigenlijk voor hetgeen wat wij aan het doen zijn. Dus dat maakt het aan de ene kant denk ik nog intenser omdat je meer in de spotlight komt te staan. Maar aan de andere kant is het ook zo dat je uh, ja ook... ...ervan profiteert zeg maar terwijl de jaren ervoor natuurlijk jullie hebben echt de weg moeten vrijmaken, eigenlijk in een tijd dat het nog niet zo open was en zo, zoals het nu was, denk ik zeker. Ja, toch? Ja, zeker. Hoe um, ja, want dat, dat daar, ben ik dan natuurlijk gelijk wel erg benieuwd naar. Van hoe, hoe ben je daar? Want het is nu inmiddels wat 20 jaar geleden, of zo dat je mee begonnen bent. Ja, 2006 we, uh, is dan officieel uh, wat nu Stichting Earth Matters heet opgericht. En dat had eerst een andere naam. Uh, dus dat is, maar daarvoor was ik ook al best wel. Ik denk vanaf mijn 18 of zo dat ik er gewoon mee bezig was. Ja, en best wel intens. Dus, uh, en dat heeft een hele reis gekend, inderdaad. In, ja, ik heb heel veel gedaan, heel veel, voor heel veel mensen georganiseerd, omdat ik ze interessant vond. Dus zelf ook meegedaan. Van origine religieus opgevoed. En daar ook wel bijzondere ervaringen in gehad. Maar toch vanwege ja, wat ik zag, hoe mensen zich gedroegen in de kerk, dacht ik van nou, volgens mij is het daar niet te vinden. En via allerlei ervaringen de spiritualiteit uh, ingedoken eigenlijk. En uh, van alles en nog wat. Eerst heel veel workshops en uh, emotioneel lichaamswerk. En, en uh, you name it, channeling. Uh, ben ik uiteindelijk in de uh, Advaita Vedanta beland. non-dualisme. Dus ik heb een aantal retreats gedaan, veel satsangs. En uh, van daaruit ben ik eigenlijk uh, in de gnostiek gegaan. En uh, ja, want ik vond ook in de non-dualiteit, uh, ondanks dat het heel veel waarde heeft... Hè, uh, uh, toch dat uh, het er voor mij een aspect aan zat... Ja, dat je de realiteit best wel makkelijk kunt wegliegen, zeg maar. En uh, de, um, de gnostiek, en dat was eigenlijk een terugkeer naar religie... Naar, uh, ja, dus ik heb eh, dus na de non-dualiteit ben ik eh, het eh, Rozenkruis eh, ingegaan, lectorium rozenkruisianum Er is dus heel veel kennis. Ik was heel blij dat ik daar was. En eh, dat is ook best wel intens. Eh, maar ik heb dat toch verlaten. Want ik, ik had toch het gevoel, ondanks dat daar eh, vond ik toen en ook nog steeds. Uh, veel van hele hoge waarden in gedeeld werd, zeg maar. Uh, uh, ja, dat het toch ook een aspect van navelstaren had. En ik had zoiets van: ja, uh, hier gaan we het gewoon niet mee redden. We moeten gewoon in de wereld. En uh, dit is voor mij gewoon te weinig in de wereld. En, uh, te veel naar binnen, zeg maar. Ja, en ook binnen de deuren, de mooie deuren van al die prachtige pannen die het lectorium heeft. Um, ja, dus gewoon te weinig connectie met de, de echte realiteit, zeg maar. En in de laatste jaren dat ik daar was, toen heb ik uh, twee docu's gekeken. die mij eigenlijk de ogen voor een andere realiteit hier ook hebben geopend. voor een deel. En uh, dat waren Loose Change. Dat was een, een, van een, uh, een rechts, best wel conservatieve rechtse man. die een docu heeft gemaakt. die uh, eigenlijk voor eens en voor altijd. Uh, een einde wil maken aan al die achterlijke conspiracy dingen over 9-11. Oh ja. Nou, die is daarin gedoken en die heeft gewoon ja, waarheidsbevinding gedaan. En die kwam juist tegen het tegenovergestelde. <laughs> en ik stond eigenlijk, ik was niet conservatief, en ik was, uh, hè, maar ik stond wel op hetzelfde standpunt van Jezus. Uh, weet je wel, we hebben gewoon allemaal gezien dat die vliegtuigen erin staan op tv, wereldwijd. Dus op het moment dat je daar wat over zegt, dat dat anders zit, zeg maar, ja, dan ben je toch echt wel zo'n zwart kijken. Dan moet je gewoon je bek houden. En uh, dus ik wou dat gewoon niet aan. Nou en toen met die docu, uh, hè, waar ik nu nog heel veel andere dingen ook van weet, uh, zijn met de ogen wel open gegaan. Samen met uh, de Disclosure Project uh, van Stephen Greer, hè, waarin uh, toch een twintigtal ja, hele vooraanstaande mensen uh, in het leger uh, van de politie, uh, de mensen met een hele hoogwaardige waarneming, uh, ja hun een boekje open deden in de National Press Club in Washington D.C. over het bestaan van UFO's en hun contact daarmee en wat daarmee gaande is zeg maar achter de schermen. En uh, ja, toen had ik zoiets van ja, het weet je wel, uh, het is gewoon oorlog. En eh, dus, en je had het net even over de andere tijd, zeg maar. Eh, eh, waarin jij nu zelf deze podcast bent begonnen. Nou, toen was het 2007. En toen had ik zoiets van: nou, ik vind het toch wel zo belangrijk. Ik ga daar gewoon een, een brief over schrijven. Want ik heb toen een jaar lang een soort van onderzoek gedaan in deze richting. En mijn wereldbeeld was zo veranderd. En ik vond dat zo belangrijk. En ik zag dat niet gespiegeld in de mensen die ik kende om me heen... ik denk, ik ga gewoon een brief schrijven... met een synthese van mijn zoektocht... en die deel ik gewoon als hardcopy uit... aan iedereen die ik ken. Dus vrienden, familie, collega's, buren... you name it, iedereen die ik ken... die kreeg gewoon een hardcopy brief van mij. En uh, dat was echt wel een coming out. En als achterlegger bij die brief... had ik zoiets van, uh, nou weet je wat... ik maak gewoon een websiteje... en daar zet ik gewoon een aantal goede docus op. Die heette willenwijweten.nl... En uh, ja, als mensen meer willen weten na het lezen van die brief, dan kunnen ze daarheen. En dat was best wel mooi eigenlijk, want ik heb uh, nagenoeg geen negatieve reacties gehad. Wel dat het wat stil werd en bij sommige mensen prima. Uh, maar ook hele verrassende dingen, weet je wel? Een, uh, een controller bij een groot bedrijf waar ik toen werkte, die religieus was, maar die wou fors met mij spreken hierover. Die uh, en, en andere mensen ook. Dus ja, dat was voor mij heel prettig. Want ik hoefde nooit mijn mond meer te houden. Want iedereen die wist van hé, hey, Arjan, en die weten wat van. Of ik moet er niks van. En dat vond ik helemaal prima. En um, ja, dus een, en toen heb ik een jaar. Uh, dus de website was leuk en weet ik veel wat. Toen zat ik zelf in een periode dat ik even ook even fors zelfonderzoek moest doen. Dus ik heb die website gelaten voor wat die was. En toen ik daarna een jaar weer naar keek, toen uh, was die traffic verdubbeld. En toen dacht ik van, nou, dit uh, is fijn, want eigenlijk voel ik dat ik er wel wat mee wil. En uh, dus toen dat was eigenlijk de basis voor het opzetten van Earth Matters. Mm. En met daarnaast Orongo. En Orongo, dat was een, uh, een webshop die ik heb gepositioneerd als de uh, ja eigenlijk een alternatieve bol.com. Dus op enig moment had ik daar 100 leveranciers in, en dat was in 2012 best wel ja out there en 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 pionierend. Alleen toen uh, kwam de gezondheidsclaimsverordening of uh, Codex Alimentarius. Het was de gezondheidsclaimsverordening. Maar uh, waaruit bleek dat ik ineens een paar miljoen boete op mijn site had staan. En toen heb ik hem uh, helemaal op zwart gegooid. Zowel Urdmeris als Orongo. Ook als een statement. Toen hebben we op 31 december 2012 hebben we dat gedaan. We hebben een gigantisch feest georganiseerd. En uh, toen hebben we daarvoor een ceremonie gedaan waarin we ritueel... Het vuur de vernieuwing hebben ontstoken en de website op zwart gezet. En uh, zijn we een maandje of drie op zwart geweest. En toen ja, ben ik niet weer teruggekomen met gezondheidsproducten. Dat was toch 80% van onze omzet. Zo. En dat uh, was een groot ICT-project, kun je je vast voorstellen in die tijd. Mm. En je bent nu met uh, ook uh, over de grenzen met een uh, platform bezig. En uh, ja, dat was ik toen met een team uit Rusland. En uh, maar dus dat, mijn hart lag toch bij Earth Matters. En daar ben ik eigenlijk steeds mee doorgegaan. En waarbij ik toen heel veel segmenten zag eigenlijk in het alternatieve denken. Of in het überhaupt de samenleving. En ik had zoiets van ja, die ga ik gewoon bij elkaar zetten. Dus ik wil het beste nieuws uit de hele wereld. Van duurzaamheid, van gezondheid, van bewustzijn. Van grenswetenschap, wetenschap. Uh, en het verborgen nieuws, dat zet ik gewoon bij elkaar. Nou, dat heeft best goed gewerkt in de zin dat. Uh, wij hebben jarenlang dagelijks nieuws uh, eruit gedaan. Uh, van over de hele wereld eigenlijk. Uh, zo'n 5 tot 15 berichten per dag. En op, in onze hoogtijdagen 2015, toen hadden we zo'n 100 medewerkers die aan het platform meewerkten. En. Uh, Zo'n kwart miljoen bezoeken per, uh, per maand. En uh, in 2015 ben ik uh, met Martijn van Staveren gaan samenwerken. Dus ik had hem eerst uitgenodigd voor uh, One Heart. Dat was toen de naam onder wij maandelijks uh, lezingen organiseerden in Groningen. En uh, ja, ik was best geraakt door zijn verhaal. En uh, hij deed een uitnodiging voor samenwerking. En uh, nou, ik had toen hartstikke druk en ik kreeg heel veel samenwerkingsverzoeken. dus uh, Ik heb het eerst even laten liggen. Maar na een paar maanden kwam die weer. En toen voelde ik van ja, dat was best wel een hele indringende lezing. En dat kwam terug. Dus toen zijn we uh, samen gaan zitten, uh, heeft echt wel heel <laughs> wat uh, moeite gekost. Ik denk dat we vijftien keer een afspraak hebben gemaakt die op allerlei manieren niet doorging. Oh. En uh, dat. Uh, dus op laatst toen zeiden ook van, nou, als we nu geen contact krijgen, dan rijd ik gewoon naar je toe. Dat zei hij. En uh, uh, ik had ochtends uh, even een half uurtje gezeten, en toen had ik vier programmaconcepten geschreven. En die deelde ik met hem. En uh, dus ik zei, nou, wat vind je ervan? Weet je wel, wat uh, lijkt je dat wat? Ja, zegt hij, dat lijkt me wel wat. En ja, ik zeg maar, wat dan? Ik heb vier programmaconcepten gedaan. En uh, welke, je, welke wil je dan? Ja, allemaal, zegt hij. En uh, toen zeg ik, ja, maar jij bent een heel druk man. Ja, zegt hij, dat kan wel kloppen, maar hij zegt, als ik. Uh, ik heb hier geen gedachten bij, en het voelt gewoon schoon. En ja, ik kan gewoon uh, dingen aan de kant zetten. Dus als ik dit wil, dan doe ik dat. Dus en zo is onze uh, hele bijzondere samenwerking voor mij uh, begonnen. En uh, waarbij hij ook echt ongelooflijk veel geduld heeft gehad. Want wij zaten in het begin nog met webcammetjes en weet ik veel wat. Niet de goede apparatuur en halve crowdfundings. En uh, uh, ik denk dat hij wel zes, zeven keer naar de studio is gekomen voor uitzendingen. Dat we dachten dat we nu echt een uitzending gingen maken. Maar dat toch weer op allerlei technische manieren niet goed ging. Maar hij, was, hij bleef altijd goed gemutst. En hij heeft gewoon gezien van nou, we gaan gewoon. En um, ja, dat heeft heel veel gedaan in, in, uh, bij heel veel mensen, maar in de eerste plaats voor mezelf. En uh, dat is toch een heel ander wereldbeeld dan wat ik tot dan toe had. Mm. En ik had al heel veel, ja, waar, heel vaak waren mij de schellen van de ogen gevallen om in een nieuwe realiteit te komen. Maar dit was toch echt wel weer heel anders dan uh, alle voorgaande. Hmm. En uh, Het heeft gemaakt dat, uh, ja, dat ik Earth Matters gewoon heb omgegooid. We zijn van 14.500 naar 500 artikelen gegaan. Puur omdat ik. Dat ze waren alleen mijn eigen productie, zeg maar. Zo van, nou, daar weet ik, daar kan ik achter staan. En uh, ondanks dat er ook veel van waarde in die 14.500 zit, kan ik het gewoon niet meer borgen in mijn gevoel uh, dat ik meehelp om ook dingen te verspreiden waarvan ik eigenlijk weet van ja, die zijn best groot. En daar zit gewoon heel veel afleiding en desinformatie in. En ik wil niet dat mensen daar nog voor gaan op mijn titel. Hmm. Dus. Uh, dus, en de, sindsdien, uh, ik ben ook samen ge, uh, gaan leven en uh, wonen en werken met Monique. Monique van Pelt. En uh, ja, zij heeft op haar eigen manier eenzelfde kijk achter de realiteit als Martijn heeft. En uh, kijk, het is vandaag de dag heel hot om het over... En uh, de the simulation theory te hebben. En ja, ik volg dat al een tijd, ook al voordat ik het Martijn uh, kende. En uh, wat ik heel bijzonder vind, zeg maar, is daar is best veel over te vinden. Best goede docu's ook. Heel aannemelijk. En ik geloof dat er, nou, een paar jaar geleden waren er uh, op 86 manieren. was het wetenschappelijk bewezen dat wij een holografisch. Universum zijn, dus eigenlijk een digitaliteit. En dus eigenlijk dat we een soort van VR-bril op hebben gezet, Super HD, en dat we zijn vergeten hoe we terug moeten. Uh -huh. En uh, mensen in de hele wereld die blijven maar over elkaar heen buitelen om nog meer uh, bewijzen te vinden dat dat zo is. Maar uh, wat ik zo gaaf vind van. Uh, het werken met Monique en Martijn is dat zij hun eigen kijk hebben achter de schermen uh, van wat er dan wat dat betekent. He, want ja, wat gaan we doen, weet je wel? Hebben we over vijf jaar uh, het bewijs 131, weet je wel? En dan, wat betekent het dat dat zo is voor ons? Dat heeft gigantische implicaties. En uh, Het is uh, heel erg uitkijken geblazen met de beeldkanonnen in positieve zin die Martijn en Monique zijn, uh, om eigenheid te bewaren en dingen van binnenuit te laten komen. En maar wat ik wel heel diep voel. Um, ja, Is dat dat gewoon heel belangrijk is? En um, Ja. Hun blik, zeg maar, die, is, die mij dingen ook in mezelf heeft doen laten zien. Uh, die is totaal anders als alle spiritualiteit. Geen engelen. Uh, geen overleden mensen. Maar zij hebben een kijkje achter de realiteit van de mind control. En die is niet vrij. En die is de. Vrij zijn en vrije velden zien, je oorsprong zien, ja, dat is meer dan vrij. Hè? Maar wat we hier, waar we hiermee te maken hebben, uh, dat is niet zo vrij. En uh, wat me heel erg trof in een lezing van Martijn van Staveren recent, is dat hij het onderzoek naar voren haalde van de Kepler-satelliet. Uh, Die is in 2014. Uh, zij is er een rapport naar voren gekomen... wat al die beelden heeft geanalyseerd. En dat is een analyse van ons eigen melkwegstelsel... waarin er uh, met heel veel downscaling geconcludeerd werd... door allemaal uh, professoren die aan universiteiten... en aan NASA en dergelijke gelinkt waren. Dat 8% uh, van... Uh, de planeten in ons eigen melkwegstelsel leven bevatten. Wetenschappelijk vastgesteld. 8%. 8%. Dus dat zijn 8 miljard uh, planeten die leven moeten bevatten, volgens wetenschappers in 2014, naar aanleiding van de beelden van de Kepler-satelliet. 8 miljard. Dus als je dan bedenkt dat wij nog maar een kleine 200 jaar aan, uh, aan ja, een technologiewerker, zeg maar, uh, dat is natuurlijk op in de kosmoschaal, waarin miljoenen en miljarden jaren uh, ja, de, meer de norm zijn, zeg maar. En dan is het waarschijnlijkheidsgehalte dat er beschavingen zijn die technologisch heel veel verder uh, geavanceerd zijn dan wij, heel aannemelijk. Mm -hmm. En als, als je dat aanneemt, zeg maar, dus van oké, okay, dat is aannemelijk. Wat betekent dat dan voor ons? Uh -huh. er is in 2012 een rapport uitgekomen van de VN, waarin ze hebben vastgesteld dat er ongeveer 150 miljoen waren toen, en dat was ook een downscaling, uh, 150 miljoen mensen op de aarde die iets met uh, die een Ufo hadden gezien, of, uh -huh. een, of een, een ontmoeting met een buitenaards wezen. Of een wezen. En dan is het heel bijzonder dat wij eigenlijk geen open contact hebben met andere beschavingen. Gewoon fysiek. En um, ja, dat, dat geeft gewoon te denken. En, als, en van waarom is dat? Ik, maar weet je wat, ik, ik want ik geloof, um, ik bedoel, ik wil heel erg aannemen dat er, dat er buiten leven is en zo. Het lijkt me ook ergens heel logisch. Alleen, ik vind het altijd zo gek dat we dan opeens onderzoeken van NASA en zo erbij gaan halen om dat kracht bij te zetten. Terwijl uh, NASA en de VN zijn nou, nou niet echt voor mij de meest betrouwbare bronnen. Om, uh, snap, Sterker nog, als zij dit soort dingen bevestigen, dan begin ik juist altijd een beetje achter mijn oor te krabben van... maar wacht eens eventjes. wat is hun incentive dan om ons het idee te geven dat dit daadwerkelijk zo is? Nou, Daarmee is heel terecht. Ja. En, uh, want... Uh... Martijn heeft dit gezegd en het klinkt voor mij heel logisch. Is dat uh, alle uh, organisaties in, op aarde... zoals de VN en regeringen en binnenlandse veiligheidsdiensten... dat is geen partij voor wezens uit vrije velden. Voor buitenaardsen uit vrije velden. En uh, waarom niet? Omdat die geen werkelijke vertegenwoordiging zijn... Van de wereldbevolking. Dus. Um, ja, wij zullen het moeten doen. Er moet gewoon een. Schoon. Blanco. Um, geen groep komen die toch een groep is. Uh, die burgers vertegenwoordigen naar de kosmos. Dat is best wel een ding. He, dus het is best wel. Er schijnen ook allerlei ontmoetingen zijn, te zijn geweest met uh, regeringen en uh, Veiligheidsdiensten. En wat daar allemaal achter zit met, uh, van deze wereld. Uh, waarbij ze als eerste hebben gezegd. Ja, wij, wij, als je oor op zaken wil stellen, dan al moet als eerst het geld verdwijnen. En dat is gewoon linea recta van tafel geschoven. En zo zijn er nog een aantal dingen uh, gezegd. En, uh, dus dat, dat contact is gewoon niet tot stand gekomen. Dat, is, dat wordt niet vanuit hier uh, ja, gedaan. En dat is op zich ook wel logisch. Want die hebben hele andere uh, ja, doelstellingen, zeg maar. Hmm. Ja. Andere belangen. Ja, ja. ja. En, um, want je had het net over um, uh, uh, de, de simulatietheorie. Ja. ja, toch? Ja, simulatietheorie. Ja. Misschien kun je wat meer uitleggen wat je daarmee, hoe, zeg maar, wat je daarmee precies bedoelt. Nou, de simulatietheorie behelst dat um, wij in een simulatie leven een matrix, een holografisch in, uh, universum. En je ziet Stephen Hawking daar dingen over zeggen. Waar, die heeft ook een boek geschreven, We leven in een holografisch universum. En er zijn allerlei mensen van Google die daar ook dingen over zeggen. En, uh, en dus het betekent eigenlijk dat het hier een digitaliteit is. En als je in aanmerking neemt dat eigenlijk niemand weet wie die is... Of waar die vandaan komt of wat hij hier doet, dat is heel gek. He, als je het kwantumfysisch bekijkt, dan klopt dat gewoon niet. Collectief. En um, nou ja, de bewijzen die ze dan leveren, zeg maar, of de bewijzen, of in ieder geval de soms ook pinpointers, zo van, he, van je kunt eens kijken in die richting. Bijvoorbeeld over de Big Bang. Mm -hmm. uh, het is heel gek dat er een Big Bang is, dat er eens niets was, en toen was er een explosie, en daar is alles uit ontstaan. Nou, en in die Simulation Theory wordt dan gezegd van ja, kun je, die maken heel vaak de vergelijking met computers. En dus als je gewoon een, een computer hebt, ja, die doe je aan en daar stop je een dvd in, en daar zit in die, op die dvd zit een wereld en die start je. En dan begint het spel. Of de wereld. En uh, dus in dat soort analogieën, zeg maar. zijn er heel veel vergelijkingen met deze wereld. en een computerwereld. Ook bijvoorbeeld waarom. Uh, snelheid gelimiteerd is tot de snelheid van het licht. Dat is gewoon rekencapaciteit. En wat een onzin dat het niet sneller kan. Dat, het kan alleen maar, dat is net als in een computerspelletje. Het kan niet sneller omdat je computer niet sneller kan. En ja, zo zijn er heel veel op allerlei niveaus, eigenlijk, ook met het dubbel split experiment, eh, manieren eh, hoe je er tegenaan kunt kijken, en, en soms ook bewijzen eh, dat wij in een eh, holografisch universum leven, of een, 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 een matrix, of een opgerichte. Martijn noemt het een opgerichte wereld. Die zegt van ja, eigenlijk doet een matrix of een, een, dat doet eigenlijk, of een computerspelletje, een simulatie, dat doet wel tekort aan de originele experimenthouders van dit universum. Die hebben dat met heel veel kennis en kunde gemaakt, waarbij er heel veel oorspronkelijke elementen ook hierin zitten. Dat zij zelf weer terug kunnen. En um, ik zit opeens te denken, want ik heb ooit één keer uh, Elon Musk deze, ook dit horen zeggen. Over uh, de theorieën. Ja, dat, was, dat is ja. een van de mensen die daar ook over spreekt. Inderdaad. Ja, toch? Ja, zeker. Wat en je kunt, als, je, als je hem goed beluistert, dan kun je echt horen dat hij gewoon meer weet. Musk? Ja, ook hierover. Maar denk je niet dat Musk dan um, erbij hoort, zeg maar. Waarbij? Bij, bij uh, de Gates' van de wereld, zeg maar. Ja. Nou ja, ik denk dat het goed is om daar. Uh, in zijn algemeenheid ook even wat over te zeggen. Ja. Want. Uh, uh, ik heb een van de. Sheets die ik ooit heb laten zien in een CrowdPower. Dat was een, uh, een sheet van, met een kruis in het midden. Dat was uh, het Maltese kruis. En uh, met een foto erbij, een compilatie van mensen die dat kruis allemaal droegen. En dan had je uh, Beatrix en Queen Elizabeth en uh, Hitler. Uh, maar ook uh, Bernard en Mandela. En Klaus Schwab. En uh, dus toen vroeg ik hem waarom staat Mandela daar nou tussen? En uh, hij zegt voor al eer, en dat kan ik zelf ook heel erg voelen, uh, we met een vinger gaan wijzen dat we weten hoe het zit, of dat we Iemand veroordelen om zijn vermeende daden? Uh, als eerste is iemand gewoon een mens. En uh, hij zei dat bijvoorbeeld over uh, Bernard, hij zegt, ja, die is gewoon vader en opa. Weet je wel, die heeft ook gewoon fijne momenten met zijn kinderen. En als je mee zou kunnen kijken in het hoofd van zo iemand, dan kun je best nog wel eens achterkomen dat, uh, dat er best wel schaduwzijden zijn. Net als iedereen die hier in deze besmette omgeving leeft, uh, maar dat er ook echt wel iets van oorsprong in zit. En uh, ik zie de dag komen dat ik aan tafel zit met die mensen om samen een andere weg in te slaan en om die mogelijkheid open te houden. Uh, ja, die vind ik zelf heel belangrijk. En dus op het moment dat ik het over Elon Musk heb, zeg maar, hè, dan uh, weet ik dat er in de alternatieve media heel veel heel negatief over gepraat wordt, net als als Klaus Schwab. En dat is op een bepaalde manier heel uh, aannemelijk, maar dan moeten we, denk ik, uh, ja toch wat meer indachtig zijn waar we in leven. Als we bijvoorbeeld in de jaren dertig was er een uh, EDOM RHIC-chip geperfectionaliseerd. En wat deed die? Die schreef gedachten naar hersenen. Jaren dertig. En um, Ja, tegenwoordig is dat is vervangen eigenlijk door de smartphone. En de smartphone daar zit een blue light technology in. Uh, die um, dat is een biologische chip die het bewustzijn aanstuurt op een heel andere manier dan dat wij denken dat mind control in elkaar zit. En dus wij denken dat zo'n smartphone bijvoorbeeld uh, en mee kan luisteren door de microfoon en mee kan kijken door de uh, uh, door de camera. Maar ze kunnen allang meekijken real-time door onze ogen. Door mind control die er ook is. Zo'n device die versterkt dat alleen. Maar ook al, ook al loop je naakt in de woestijn... dat was het in de jaren zestig al zo... dat ze real-time mee konden kijken en luisteren... Naar wat, je, naar wat je gedachten waren, naar wat je uitspreekt. Wie is, wie is ze dan? Ja, dat zijn de, uh, de krachten die deze technologie hier... Uh, vanuit een, vanuit dit, uh, deze realiteit. Uh, vanuit een spectrum die wij niet zien. Hè. Wij zien maar 0,0035% van de realiteit met onze ogen. Dus we zien 99,9965% niet. Dus eigenlijk zijn we gewoon stekenblind. Mm. En in die. En zij, dus zij werken vanuit achter de schermen. En dat is niet zeg maar. Uh, en zoals wij en ik heb ook dat lang gedacht uh, dat er een elite is die ons controleert zeg maar hè, met, met clubjes als het World Economic Forum en de en, uh, uh, Rockefellers en dergelijke en die zijn er wel hè, ja. maar het waarschijnlijkheidsgehalte dat het heel anders in elkaar zit dan dat wij denken, die acht ik heel groot ja um, en maar dan maar, oké okay. hoe acht je hem dan? Ja, dat dat. Um... Kijk, als, als wij in een uh, simulatie leven, dan leefden we ook ooit niet in een simulatie. En is er dus een bepaalde oorsprong die we nu niet meer weten? En um, om dat te bewerkstelligen, ja, dan moet er een soort hek zijn: een hek van bewustzijn. En uh, mijn indicatie, op basis van wat onder andere Martijn en Monique zeggen... en meemaken, en wat ik dus ook kan voelen in mijn directe omgeving... is... Um... God, dan ben ik kwijt wat ik, uh, wat ik zei. Is dat die realiteit, dat die gehackt is. En dat... Um... Um, en dat het... En dat vind ik heel interessant om te onderzoeken, want ik maak daar ook wel dingen van mee. Uh, in hoeverre kun je weten dat jouw gedachten van jou zijn? Mm -hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat we hier te doen hebben op het moment dat we in een simulatie leven. Hè, want want als, je, als we een VR-bril op hebben gezet, hoe die er ook uitziet, en we zijn vergeten hoe we uh, terug kunnen. Ja, dan is iets van oorsprong terughalen vanuit diep van jezelf super noodzakelijk. En dat is ook um, de reden waarom het mij ook waarschijnlijk lijkt: dat alle systemen gewoon aan de kant moeten. En dat je gewoon alleen nog maar naar binnen moet voor, voor jezelf als bron, zeg maar. Mm -hmm. En. Uh, He, want alleen vanuit jezelf kan er iets echts opgebouwd worden. En op het moment dat je voor een systeem gaat, hoe mooi dat ook lijkt. en hoeveel je er ook aan kunt hebben. in deze fysieke wereld. Um, dan ga je toch voor gaas op het moment dat het voor gaat. Als je gewoon niet van binnenuit iets hebt opgebouwd. Mm -hmm. Als dat vanuit een systeem is. He, en daardoor zijn er. Uh, wat ik me kan voorstellen, is dat er. Uh, Quantumfysische wapensystemen zijn, die veel groter zijn als alle atoombommen bij elkaar, uh, die uh, ons uh, bijvoorbeeld door de file spiritualiteit en de file religie, door die in onze samenleving in te schuiven. Dat het kwantumfysisch zo is dat, of je nou een religie aanhangt. of een bepaalde vorm van spiritualiteit. Um, het maakt dat je ergens, ook al is het in een heel verbogen hoekje. Uh, een vorm hebt, een gevoel hebt. dat er iets groters is dan jou. En daarmee wordt dat kwantumfysisch instant realiteit. En. Uh, en dus de bespeling op onze perceptie, de bespeling op ons gevoel dat zijn de werkelijke wapens. En uh, ja daar heb je ook mede grote systemen voor nodig. He, dus die, uh, als je zegt van, goh, hoe zit dat dan? Ja, ik weet dat niet, ik kan dat niet zelf zien. Maar ik heb daar wel een gevoel bij. En ik hoor er natuurlijk ook van alles over. Uh, en door dagelijks met Monique te zijn en vaak met, met Martijn samen te werken. Dat, um, dat, ja, dat gaat gewoon ons voorstellingsvermogen eigenlijk zo ver te boven... He, op het moment dat je bedenkt dat een. Wij hebben hier nu 200 jaar technologische uh, evolutie, als je het zo moet zien. Moet je je voorstellen wat dat is als daar 200 miljard jaar technologische evolutie is? Uh -huh. Dat is beyond, weet je wel. Dat is gewoon beyond. He, en zo schijnen er hier negen hoofdlagen van mind control te zijn. Uh, en op het moment als we die niet in verhouding tot elkaar zien. en ik heb daar echt nog maar glimpjes van opgevangen. en ik weet daar glimpjes van. maar dat doet mij al wel beseffen: van... wow, weet je wel, wow. er is echt wel iets verschrikkelijks gebeurd. Uh -huh. Ja, en dan kunnen we hier een prachtig leven hebben. en dan kunnen we hier succes hebben. en dan weten we niet wie we zijn. en dan gaan we niet terug. Dan gaan we niet terug van waar we eigenlijk oorspronkelijk vandaan kwamen. ja, naar wie we zelf zijn. Ja. Want kijk, die, die voel ik. Die, in, in als je de als je dingen zo zegt, zoals je net zegt, voel, voel ik ergens dat er natuurlijk zoveel afleiding is van buitenaf, middels systemen. Of het naar nou de overheid is, in bepaalde mate ook, denk spiritualiteit, religie. Dat, die, die volg ik helemaal. Dat je daarmee de antwoorden nog steeds buiten jezelf legt, zeg maar. Ja, ja daar, 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 kan, daar kan ik me echt wel, wel in vinden als je dat zo zegt. Maar dat betekent niet gelijk dat er soort van geen waarheden in, in... dan wel religie, dan wel spiritualiteit... dan wel dat het Wilde Economic Forum bepaalde plannen heeft... dan wel ja, we in de toch? toch? Nee, Absoluut. Ik vond het een heel mooi voorbeeld, vind ik. Um, want er zit heel veel waarde in religie... en heel veel waarde in spiritualiteit. En, um, en ook die clubs die we... en met elkaar verachten... Hè, zoals een World Economic Forum en waar mijn persoonlijkheid ook uh, een voorliefde voor heeft om dat te verachten zeg maar, en moet ik toch ook daarin open zijn en dat daar ook waarheid in kan uh, rondgaan, mm. uh, omdat wij bepaalde dingen niet begrijpen. En uh, eh, sommige dingen zouden we misschien op een andere manier willen. Maar dat wil niet zeggen dat ook daar waarheid in zit. En het voorbeeld wat ik wil aanhalen is uh, van een boek... wat ik, uh, nou, ik denk, vijf, zes jaar geleden las. Uh, you Are The Placebo. En... Joe uh, of niet? Ja. ja, ik wou zijn naam niet noemen, maar dat is helder... als ik dat boek noem, dat, dat hij uh, daarbij is. Maar... Uh, uh, ik wil hem toch aanhalen omdat hij voor mij heel uh, uh, duidelijk is, zeg maar. Ik had het boek gelezen en ik had zoiets van... Jezus, wat is dit uh, supervet, weet je wel? Die vent die legt gewoon... Dit is gewoon geen spiritualiteit meer. Dit is geen mystiek meer. Dit is gewoon wetenschap. Hier staat gewoon hoe het in elkaar zit. Wat gruwelijk vet. En uh, na een tijdje met Martijn uh, te hebben gewerkt... Toen, keek dan, toen passeerde dat nog eens de revue... En uh, wat mij trof, was dat aan het einde van dat boek... Hè, dus dan je, hè, je moet een aantal oefeningen doen ook. Hè, je kunt de dingen lezen, maar je kunt er ook mee aan de slag. Nou, dat deed ik. En, uh, en dus dan moet je eigenlijk in je gevoel, kwantumfysisch... een nieuwe realiteit inladen, hè, zodat die werkelijkheid wordt. Anders als de law of attraction. Uh, en, maar op het laatst... Uh, zit er dan op het allerlaat zit er een oefening in dat je die plannen moet overgeven aan het universum. Nou daar zit hij. Want jij mag prima een vet leven hebben hier, maar op het moment dat jij werkelijk creator wordt, dan ga je eruit en als jij herinnert wie je bent, en dat is niet de bedoeling, dus zit er een uh, een dingetje in. En dat is voor mij dat dingetje. Dat was voor mij heel helder. En als ik het overgeef aan het universum... dan geef ik mijn creatorschap weg. En aan wie geef ik het dan over? Als wij hier in een... Uh, in een digitaliteit leven... Uh, en ik geef het aan... het universum over. Is dat dan niet de Demiurge... uit het Oude Testament? Bijvoorbeeld. Of is dat dan niet... een AI-creator... En, hè, en ik vind hem hartstikke vet, weet je wel. de uh, Spence heeft echt gruwelijk vette dingen in zijn leven gedaan. Hij heeft heel veel mensen heel erg bekrachtigd. En de mensen hebben er allemaal wat aan. En daar zit hij. Mm. Maar dat betekent niet dat je de baby met badwater weg moet gooien, nee. maar wel met bewustzijn koersen. Ja. Nou, en, en dus ook dat je misschien wel uiteindelijk via Joe, via Joe bij uh, theorieën zoals die van jou uitkomt uh, en van Martijn. En, en daarmee dus ook weer een stap verder op. Want uiteindelijk als ik kijk naar mijn eigen reis, ja, het is ook maar waar je staat op dat moment. Maar het, het gaat natuurlijk heel gelaagd. Ja. Dus je moet, je moet beginnen bij een begin van, ho, wacht eens even, we worden in de maling genomen met corona. Dat ja. hoeft niet. Het, ik snap het en ik heb het zelf ook, weet je wel. Ik heb heel. Uh, ja, ja, je kunt het uittekenen. Het is allemaal heel logisch en het is een, een weg, zeg maar. En, uh, maar het hoeft niet. Je kunt gewoon. in de laatste seconde van je leven. Als je, daar, daar kun je de realisatie maken. En, uh, en dat is genoeg. Het gaat om bewustzijn. En. Uh, als wij. iets van onze oorsprong voelen. We zijn onze oorsprong. Weet je wel? Dus de, de hele valse paradigma van spiritualiteit is de ontwikkelingsweg. Hier kun je tot zijn juttemus gewoon ontwikkelen hier. Maar dat is gewoon niet nodig. En ik ben het helemaal met je eens hoor. Want ik heb het ook in mijn eigen leven meegemaakt. En nog steeds. En daarnaast ben ik me ook bewust dat het gewoon niet nodig is. Ik kan gewoon dit. En je bent aan en je voelt het. En... Je, en uh, dan heb je gewoon geen ontwikkeling nodig. Dan ben je ont afgeontwikkeld. Nou, dan voel je wie je bent. En op het moment dat je, uh, dat, je, dat je voelt wie je bent... dat je weet wie je bent... dan ben je inderdaad afontwikkeld. Want dan hoeft er niks meer. En dan bevind je je dan steeds in een... Uh, uh, ja, een gevangenis, zeg maar. Een, een, een gevallen realiteit. Um, maar dat is het anker, zeg maar. En daar hoeft niet iets. En het is ook... Ik vond het echt heel wel vet om daar vanuit te kunnen opereren. Ik weet nog dat ik... Uh, ik deed die Crowdpower-uitzendingen met Martijn. En uh, ik zat in de trein. Uh, het was in die periode dat ik dit deed. Niet, niet tijdens de uitzending zelf, maar het was in die periode. En ik zat in de trein. En ik kreeg een niersteenaanval. En ik wist hoe dat voelde. Want ik had in Australië ook wel eens dat gehad. Midden in de bush. Maar... Uh, uh, heel ernstig pijnlijk. Dus dan lig je gewoon... Uh, nou, ik lag in ieder geval als een soort van voet uh, op de grond te kaperen van de pijn. En ik was in de trein. En uh, ik uh, had zoiets van, nou, ik moet gewoon nu terug. Ik moet gewoon nu uh, terug naar Groningen. En ik uh, was op weg naar een demonstratie of all things. En uh, ik moet gewoon nu naar een arts. Ik moet gewoon pijnmedicatie. En toen uh, besloot ik van... Nou, ik uh, kan gewoon... Net als dat ik. Uh, Martijn heeft een aantal suggesties gegeven, suggesties gegeven die je zou kunnen doen ter bekrachtiging van je oorspronkelijke zelf bij het opstaan. Uh, ja, dat kan ik nu ook gewoon doen. Dus ik heb mezelf de opdracht gegeven dat mijn lijf de stoffen aanmaakt die de pijn acuut wegnamen. En in het moment dat ik het besluit nam, was er nul pijn. Gewoon nul. En uh, ja, dat was wel redelijk. Uh, Oké, okay, dat is vet. Ja. En uh, nou, ik kreeg een paar dagen later. Uh, kreeg ik uh, uh, weer die pijn. En ik deed dat weer. En het was weer weg. En nu. Um, een van de dingen die ik daarin herhaald kan doen. Ik, uh, het, is, het is niet zoveel meer. of, of bijna, bijna niet. Uh, ik, krijg, ik heb wel zo'n koortslip. Heel vervelend. En, uh, maar valt ook wel mee. Maar uh, niet fijn. En. Ik heb besloten dat ik het daar ook mee doe. En uh, dus op het moment dat ik het begin aanvoel te komen, of het begin, uh, en, en dan uh, doe ik ook zo'n soort bekrachtiging, dan voel ik gewoon dat hij wegtrekt. Dus dat het niet allemaal naar buiten gaat, maar dat hij naar binnen gaat, dat hij terugkeert. En daar doe ik een paar forse bekrachtigingen over, die ik voel. Nou, ze gaan altijd weg, tot één keer. En toen dacht ik van ja, ik weet wel hoe het zit. Maar toen deed ik het niet. En toen kwam die gewoon naar buiten. Hmm. Ja, dus ook niet alleen een kwestie van weten hoe het zit. Maar ook gewoon doen. In bewustzijn. Ja. ja. En um, hoe verhoudt zich dat dan? Want je hebt natuurlijk nu hè, in, in de zelfontwikkelingwereld en zo is het natuurlijk heel veel. Dat zie je therapeuten, mensen die zich bezighouden met trauma, heling en, ja. en alles erop en eraan. Ja. Um, hoe verhoudt zich dat dan tot waar jullie mee bezig zijn? Als in... Nou, Martijn doet bijvoorbeeld wel eens de niet-therapeutendag en uh, de kwantumfysisch geleiderschap. En wat uh, hij daarin eigenlijk zegt, is dat hein, de meeste dingen die mensen doen, die zijn vanuit methodieken. Ja, je kunt er op zich heel veel aan hebben. Uh, mensen hebben prachtige resultaten daarmee, die hebben, hè, fysiek worden ze beter en, en mentaal worden ze sterker. En... Uh, Top resultaat. Er is helemaal niks mis mee. Hè? En op het moment dat je het hebt over... de relatie met je oorspronkelijke zelf... en met terug naar huis gaan... dan is het quatsch. Dan is het... Uh, uh, wezigheidstherapie. En, uh, want je kunt... forever and a day... gewoon blijven processen. Die trauma's die worden die gewoon nog ingevoegd. Dus het is... Interessant om te zien wat het is. En ik zeg niet dat ik dat allemaal master. Hè? Ik bedoel, Martijn die heeft, die kan dat zeggen uh, vanuit zichzelf. Wat hij erover zegt, zeg maar. En uh, um, ja, ik heb daar voor mezelf uh, mee te dealen, zeg maar. En eigenlijk is dat heel simpel: een kwantumfysische realiteit. En dus iedereen die hier is, zeg maar, die heeft gewoon met kwantumfysica te maken. En uh, misschien wel een mooi voorbeeld om aan te halen wat ik zelf heel treffend vond. Want ik heb heel veel gezien over 9-11, en, en heel veel interessante dingen waar ik allemaal in mee kan en dergelijke. Martijn, die zei: Op de eerste dag dat die 9-11 gebeurde, zag ik op de TV niet die torens instorten. En er waren nog een aantal andere mensen in, in zijn vriendenkring die dat ook niet zagen. Ik zag torens ingestort worden. Wat hij zei was: van nou, er zijn eigenlijk, deze realiteit is eigenlijk acht waarvan één laag bevrijd is en zeven niet. Dus er zijn eigenlijk een soort van zeven projecties. Uh, die gezamenlijk deze gemanipuleerde werkelijkheid vormen. Die voor onze ogen verschijnt, die 0,0035 procent. En wat ze gedaan hebben, is dat, dat ze gewoon zeven keer een valse realiteit hebben geprojecteerd. En uh, doordat wij met velen op deze aarde echte wezens zijn. en die in avatars zitten, opgesloten. Uh, hebben wij het zelf realiteit gemaakt. En hij zegt: op het moment dat ik nu een beeld terugkijk van toen, dan zie ik die torens ook instorten. En dat hebben we met z'n allen dus gedaan. En dus uh, zover gaat kwantumfysica. En zover gaat de techniek. Ja, waar we echt totaal geen idee van hebben, zeg maar, uh, wat er over ons uitgestort wordt. Hè, en. Uh, Ja, op het moment dat je überhaupt al zit zeg maar, in een setting van uh, therapeut en cliënt. Quantumfysisch ga je daar alleen al gierend mee nat. Door de ongelijkheid die erin zit. Quantumfysica is gewoon een waarheidsveld. En die is prachtig, maar die is ook snoeihard. En dat, dat heeft helemaal niks met spiritualiteit te maken. En dus op het moment dat er. Echte aandacht is van mens tot mens, daar kan eigenlijk in oorspronkelijke zin alleen maar iets goeds uitkomen, zeg maar. En dat zie je ook met het dubbel split-experiment. Wij zijn onze waarneming die doet iets met de realiteit. En onze waarneming en betrokkenheid bij elkaar, dat maakt dat. Er iets kan gebeuren op het moment dat je iets van een sessieachtig ding doet, Hè, Want um, een van de mind control lagen die hebben de etiens ingebracht en die is echt heel vies en vuil en die zorgt ervoor dat eigenlijk een verbinding tussen mensen niet tot stand komt en uh, of als hij er al is dat die zo snel mogelijk de prullenbak in gaat. Op het moment als wij niet in onszelf zijn, in het nu, in onze kracht, dan worden wij gebruikt. En dat is heel irritant, uh, want op het moment uh, dat ik jou, uh, dat ik geen, dat ik je wel Vind, weet je wel, dat ik het wel oké okay vind om een gesprek met je te voeren. Maar ik ben niet wezenlijk betrokken bij jou in dat moment zelf. Ondanks dat ik misschien daarvoor uh, 50 momenten heb gehad dat ik dat wel was. In dat moment zelf, als ik dat niet ben, ja dan kan ik gewoon gebruikt worden. En omdat dit een digitale wereld is, kan het dus ook digitaal beïnvloed worden. En omdat er ook veel grotere intelligentie is en rekencapaciteit in de hersenen, bij degenen die in de realiteit van deze realiteit, die wij niet zien, uh, de beïnvloeding doen, uh, is het voor hen een eitje om ons op bepaalde manieren te monitoren, dat als wij een te vrij gevoel krijgen, of dat wij een voor hun ogen te veel echte samenkomst hebben, zeg maar, uh, nou, dan kunnen ze dingen in... Als ik niet 100% betrokken bij jou ben in het moment... Kunnen ze dingen invoegen uh, die ik zelf niet voel. En dan kan ik bijvoorbeeld iets aardigs tegen je zeggen. En dan kun jij in één keer een gevoel krijgen van... Godverdomme. En dat kan ook door een postbode of door een cashier... Of door iemand in het verkeer. Of uh, iemand in de tram. Of waar je dan ook maar langs loopt. Mm -hmm. En... Uh, en dat is dan één level van mind control. Hmm. He, dus de. Ja, de quantum fysica, zeg maar, om. Uh, in waarheid je leven te leven, dat is eigenlijk het belangrijkste. En uh, voor een systeem gaan, ja, dat kan prima en daar kun je goede resultaten mee hebben, maar ja dan tackle je dit niet en voor mij is inmiddels een lakmoestest zeg maar voor ja überhaupt een model is eigenlijk al denk ik, dat ik dat bij mij alarmbellen gaan en ja, maar zeker op in in spiritualiteit waar geen mind control in zit ja dat is gewoon lala land en wat is dan uh, het nut zeg maar van de creatie waar we in zitten als in waarom ja we Zeg maar, volgens uh, de theorie van, van Martijn en zo weten we dus ook niet precies wie ons gecreëerd hebben, of wel? Ja, zeker wel. Oh, wel. Daar is hij heel expliciet over. Okay. Nee, het is een ras, zeg maar de Huagadianen, die uh, eigenlijk in verval zijn geraakt. Die zijn uh, onsterfelijk geraakt in, een, uh, in een, een opgerichte wereld. Als ik het goed heb. En, uh, maar die zijn het vermogen kwijtgeraakt om terug te keren tot hun oorsprong. Ja, dus in zekere zin heeft dat ook wel gelijkenis met waar wij nu zijn. En wat ze hebben gedaan, en dat is echt heel knap, en dat is echt ja, ver boven mijn voorstellingsvermogen, maar dat is dan wat Martijn daarvan zegt. Die hebben een wereld gecreëerd samen met heel veel andere rassen, waarin uh, door. Um, uh, Ja, die hebben avatars gecreëerd zeg maar, en uh, waarbij de bedoeling is dat die avatars uh, tot een zelfrealisatie komen, uh, waarbij zij, omdat zij de creatoren zijn, mee kunnen voelen en op die manier ook weer teruggaan naar hun eigen oorsprong. En dat is een soort hemelsoord geweest. Met heel veel. Het was gewoon heel goed toeven. Het was een, een, een wereld die, zoals ik het begrijp, heel erg gelinkt was aan vrije werelden. Waarbij ze dus lichamen hebben gecreëerd die op eigen houtje weer terug konden. He, en, en, en doordat zij dat dan helemaal van binnenuit konden bestuderen... en feitelijk dat ook zijn, want het is hun creatie... was het de bedoeling dat zij weer terug konden. En, maar dat experiment is gehackt. En ja, met desastreuze gevolgen. En, en, dat, en in die collectieve hack, zeg maar... ja, daar zitten wij nu in. En maar zij hebben het zelf niet gehackt? Nee, zij hebben die wereld gecreëerd... Uh, om zelf weer terug te gaan. Hè? Dus naar een vrije wereld. Naar hun oorsprong. En, uh, maar ja. Er, er woedt gewoon een hele grote oorlog in de kosmos. Ondanks dat wat Stephen Greer erover zegt. Dat er alleen maar goeie zijn. Um, het is echt. Een hele grote oorlog. En. Um, ja. Als er een, een collectieve hek is. Ja dat is heel ernstig. Hmm. Ja. Maar het lijkt dan toch, zeg maar, correct me if I'm wrong or, of dat ik een laag hierin mis. Maar het, het voelt voor mij best wel ook, ook als wat David Icke zegt. Want Icke heeft het over de, over de Anunnaki en later een hek vanuit, vanuit uh, Reptilians en zo allemaal. Het, ja, het klinkt ergens uh, alsof het in dezelfde hoek zit. Ja, en dat is een beetje hetzelfde als met uh, wat ik net uh, met uh, dat boek van Joe Dispenza uh, aangaf. Niet alles wat David Ike zegt is kwatsch. Uh, Sterker nog, er zit heel veel waarheid in. Hè, maar uh, het, het, het is niet alleen maar waarheid. Ik heb ook uh, Martijn daar een aantal keren naar gevraagd in de Crowdpower-uitzendingen. En hij wou daar niet heel expliciet over zijn. Uh, maar uh, één keer is hij daar overigens wel expliciet over geweest naar mij toe... En uh, ik zeg: Goh, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat uh, David Icke gewoon uh, Wembley Stadion af kan huren met 40.000 man. En kan gewoon kan brullen dat uh, Queen een reptilian is. Ja, zegt uh, Martijn, dat is uh, op zich prima. Uh, zolang de mensen die in het stadion zitten maar in hetzelfde frequentieveld blijven. En ondanks dat David ook aan zijn einde, zeg maar, uh, en nog wel een stuk erin heeft met quantum fysica. Uh, als je de frequentie in de gehele breedte bekijkt... Uh, dan is die vooral uh, het hebben over de slechterikken... en uh, over hoe ze onze kracht hebben weggenomen. En maar, dat is, en dat, maar dat is niet uh, jezelf volledig in je kracht zetten. En dus die informatie... Uh, die best wel heel veel. Ik heb ook zo'n boek gelezen. Hè. Ik ben ook uh, naar zo'n dag geweest. Uh, met Hans Rietveld. Ook samengewerkt. En we gaan nog eens een keer wat samen doen. Maar. Um... En dus ja, het heeft ook heel veel waarde. Het heeft mij ook echt de ogen geopend. De uh, Perception Deception. Die 900 bladzijden. Die heb ik doorworsteld. En uh, ja, dan vallen zeker schellen van de ogen. En. Uh, ja, dat heeft ook in frequentie wel wat met mij gedaan. En dat was nog voordat uh, ik met Martijn uh, ging samenwerken. Maar um... ja. Ja, wat ik daar eigenlijk mee wilde zeggen is dat um, uh, ja, er zijn gewoon heel veel verschillende theorieën ja. waarvan. Ik als ik dan vanuit een afstandje probeer te bekijken zonder een van die theorieën gelijk als waarheid aan te nemen. Want dat heb ik wel de afgelopen twee jaar afgeleerd in de way. Zeg maar, ik ben gewoon vooral heel het aan het wegstrepen. Wat klopt er niet. Want op een gegeven moment kan je er wel achter komen. Wat, wat niet klopt. Zeg maar. mm -hmm. Op een bepaalde laag, zou ik ze tenminste willen stellen. Um, en ik, ik zoom een beetje uit en ik kijk naar al die verschillende theorieën van, van zeg maar de. New-age spiritualiteit, zoals ze het dan noemen, tot religie, tot aan, weet je wel, euh, nou wat Ike zegt, de Anunnaki, de, de, de Sumerische kleitabletten, de, 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 nou, de gnostiek. En, weet je wel, in, in al die verschillende stromingen zit als je uitzoomt en, en het niet te letterlijk neemt, allemaal, volgens mij een, bijna altijd een soortzelfde kernachtig, kernachtig iets in. En, um, uh, ik zeg niet dat dit, wat, wat, wat jullie zeggen, dat dat hetzelfde is natuurlijk. Dat, ja, het zit, zit ook wel op een bepaalde laag verdiepingen en zo. Maar voor mij voelt het vaak als een soort overlap. Toch wel ergens van dat er ergens hetzelfde wordt gezegd, maar met andere woorden. Um, maar wat ik vooral voel ook eigenlijk ermee is, maakt het heel erg veel uit. Dat maakt wat uit? Nou, maakt het uit wat er exact precies waar is, en gaan we het überhaupt echt weten wat er exact precies waar is? En is gewoon de grote kern. Want dat voel ik ook weer in dit verhaal en dat, dat resoneert met mij. Is dus dat uiteindelijk al het externe, zeg maar, is het de, ons de, aan onze taak is om juist terug bij die kern te komen, wat die kern ook mogen zijn, en vanuit dat binnenste te gaan handelen. Mm -hmm. En niet inderdaad in het systeem denken en dan weer ergens iets uit jezelf halen en die, aan die dan weer aanklampen als zijnde realiteit of waarheid. Want dan stap je weer in de volgende ja. spel. Ja. Nou, als je het nou ziet in, in, in drie werkelijkheden. Hè? Je hebt gewoon werkelijkheid, standje normaal, uh, het acht uur journaal, zeg maar. En dan heb je uh, werkelijkheid die wat meer zien, zeg maar. Hè? Dus dat is het, 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 het gos van uh, de nieuwe media, zeg maar. En daar zit ook nog een schil omheen met een hele andere realiteit. En als je bedenkt dat. Uh, uh, misschien is dat wel een mooi voorbeeld met die murmuration. Hè? Die, misschien heb je wel zo'n filmpje gezien van uh, die vogels die heel mooi in, een, in bepaalde harmonische, prachtige uh, velden vliegen. Nou, ze hebben heel erg dat bestudeerd en ook heel erg wat mieren doen en zo, uh, dat groepsgedrag. En uh, als je nou voorstelt, zeg maar, dat dat. Uh, dat ze, uh, en dat is dan heel fysiek, hè, bijvoorbeeld Twitter en Facebook en Instagram-accounts hebben gekoppeld. als zo'n murmuration met bepaalde informatie. En dan kan, als we dan bijvoorbeeld vaccinaties nemen. En dat is heel uh, hot. En uh, hè, dat is natuurlijk. Uh, um, in de alternatieve media hebben we daar echt wel een bepaalde gedachte over. En er zijn mensen die wijden hun hele leven eraan met verven. Weet je wel, 14, 16, 18 uur per dag om alles uit te zoeken en uh, daar heel veel waardevol werk in te doen. Wat ook klopt. En als jij zegt, van is het dan belangrijk om de waarheid te weten? Ik denk dat wel. En ik wil niet zeggen dat ik die waarheid altijd in mezelf kan vinden, zoals bijvoorbeeld Monique en Martijn dat eigenlijk standaard vanuit zichzelf opdiepen. Uh, Martijn zegt gewoon met die vaccinaties bijvoorbeeld. Ja, daar zitten uh, eigenlijk wat er in, die, in het bestanddeel van die vaccinaties zit. Uh, daar zit iets in waardoor ze nog makkelijker de toegang hebben tot jouw brain interface. Dus dat die bestuurd kan worden. En dat is zo nano. Dat wordt al aangeleverd zeg maar in de grondstoffen van de farmaceutische industrie. En... Uh, Hij zei ook van ja, daar kun je heel duister over denken. Maar... Um, en op het moment dat je zeg maar een... Inter wat Elon Musk nu probeert met dat uh, Neuralink. En ook al geslaagd is. De eerste proeven met mensen worden nu uitgerold. En met dieren is het al geslaagd. Dat die gewoon door middel van denken internet of apparaten aansturen. En um, dat... Daar kun je natuurlijk verschillende dingen mee doen. He, op het moment dat je dat installeert in een wereldbevolking. En, uh, maar er zijn niet alleen maar bad guys. He, dus, en, die, en de, de niet-bad guys, zeg maar, dus de wezens uit vrije velden. Ja, die hebben een, ook een onwetelijke intelligentie en een weten. En die. Uh, Zouden ook best aan die knoppen mede kunnen zitten door daar iets heel anders mee te laten gebeuren, waardoor jij zelf in oorsprong weer aan het stuur van die avatar kunt komen te zitten. Dus wat wij denken over wat een vaccinatie is. En er zijn uh, brahmanen die uh, kun je rustig uh, zeg maar, injecteer mij maar met uh, gif en er gebeurt niks. Dus wat jij denkt over wat er in die spuit zit, dat wordt erin gespoten, dat is kwantumfysica. En uh, als jij dan mij vraagt van: goh, maakt het uit wat waar is? Ja, ik denk dat wel. Maar ik denk ook dat het zeker uitmaakt wat waar is. Um, ik, ik denk juist dat, dat de hele reis hier op aarde zo nice is en zo tof is. Omdat de, en ik denk wat het waardevol maakt is om juist op zoek te blijven gaan naar die waarheid ergens. Ja. Um, dat, dat vervult je, denk ik, als mens. En dat maakt het ook het bestaan in een way, ook al geloof ik ook wel dat het niet echt is, maar het maakt het toch in een way maakt het echt. Um, dus daar het is heel belangrijk om te genieten ook. Nou, 100% mega. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja, als je dat vergeet, dan, uh, dan ga je er helemaal voor bij, denk <laughs> ja. ik. Ja. Maar nee, maar ik, ik denk juist dat, dat het heel, heel belangrijk is om dat te doen. Ik, um, en dat maakt ook, denk dat ik, dat ik, wat ik net al zei, weet je, dat ik veel van die overlap in al die dingen zie. Maar ik vind dat vaccinatieverhaal vind ik een mooi voorbeeld. Hè? Want als ik dan kijk van ja, oké, okay, jij of Martijn of wie dan ook zegt dat van ja, het kan ook iets goed zijn, die vaccinaties. Nou, ik, misschien chargeer ik dat te veel. Maar um, als ik naar binnen ga, ja. Dan denk ik, fuck jou met je vaccinatie. Omdat uh, ik hoef geen chip of geen, geen bestuurbaar op afstand. Of, ook al komt het misschien iets goeds uit. Ik wil dat niet. Het voelt voor mij als totaal achterlijk. Ja. En iets wat niet, niet in mijn lijf wil. En ik wil gewoon. Ik zelf, vanuit mijn kern, denk dat om te weten. Uh, wil juist een bestaan wat menselijker is en terug meer naar nou ja, uh, iets moois. Zeg. Ja, zeker. Maar ik denk ook dat het gaat om niet chantabel zijn. He, dus op het moment dat je uh, eigenlijk wordt gedwongen om dat te doen. He, dat hebben we nog net niet gehad, zeg maar. Uh, he, maar het ging er heel lekker even op alsof dat heel erg daar naartoe ging. Maar dan moeten we natuurlijk ook niet denken dat dat als de mensen... of de rassen, zeg maar, die dit experiment hebben overgenomen... zo slim zijn dat ze uh, iets kunnen overnemen, zeg maar. Dat ze dat... Of mensen wel of niet bestuurbaar zijn, of ze dat af laten hangen van of mensen wel of niet gaan vaccineren. He, dus er zijn echt wel heel andere manieren ook nog. Dat mensen echt wel bestuurbaar blijven, zeg maar. Uh, dat, dat hebben ze echt heel klemvast. Uh, maar op het moment dat jij niet chantabel bent, stel je voor dat jij wordt gedwongen om een vaccinatie te nemen. En nou, dan zou het een. Uh, Daad van vrijheid kunnen zijn, en net zoals uh, Mel Gibson die zijn hoofd op het hakblok legde en schreeuwde van Freedom, weet je wel, en zijn kop gaat eraf, uh, dat jij gewoon uh, gaat staan en zegt nou prik maar. Weet je wel, want ik ben niet chantabel, enerzijds en anderzijds bepaal ik wat er in mijn lijf komt. Dus net zoals ik die koortslip doe, zeg maar, dat je dat ook met een vaccinatie doet. En dat is bewustzijn. Mm. En uh, ja, ik ga ook niet voor mijn los een ding halen. Maar in die end wil ik mijn vrijheid leven. En dat is heel lastig in deze wereld. Ja. Ja, ja maar je, je hebt wel altijd een keuze, toch? Als je je daar bewust van bent. Ja. Want op het moment. En wij zijn vaak. Uh, Martijn noemt dat lid van iemand anders gedachten. En dat gaat heel snel en heel vernuftig. En zonder dat we dat in de gaten hebben. Ja, als, uh, als ik jou iets vertel over een bepaald gezin hier in deze flat. En uh, jij fietst uh, drie weken later langs. Uh, en jij hebt. Gedachten over dat gezin in de richting van wat ik jou heb gezegd, dan ben je lid van mijn gedachten. Ja. Dan ben je niet vrij. En dat zit zo vernuftig in elkaar, dus wil je hier lid zijn, alleen maar lid zijn van jezelf? Dat is een helft van jou. Ja, ja, ja. Nou, maar dat, is, dat, dat voelde ik natuurlijk ook toen je zei van ja, ze hebben echt niet alleen maar die vaccinatie nodig om jou te kunnen controleren. Toen dacht ik, nee, ja, dat is inderdaad waar, want uh, op zoveel lagen word je al gecontroleerd zonder dat je het zelf doorhebt. En de, ik bedoel, de lage van conditionering in onszelf is natuurlijk ook enorm. Weet je, wat, wat, wat 5% wat? van je keuzes maak je bewust, geloof ik, of zo? Ik weet niet eens meer, maar echt vet weinig. Um, dus ja, je kan wel stellen dat je veel weet en dat je, um, uh, en dat je bewust bent en zo, maar. Daar zijn we nog steeds volgens mij collectief gezien in ieder geval op een heel laag niveau. Dus ja. hoe, hoe weet je nou van wat daadwerkelijk wat je doet inderdaad of dat bewust is of niet? Dat is natuurlijk ook al een mooie beginvraag. Ja, nou dat, daar ga ik een uh, nieuwe show over doen om dat bij mezelf uit te vinden. Die heet het Blanco Experiment. En ik wil gewoon eigenlijk uitzoeken of ik daadwerkelijk uh, kan weten of iets mijn eigen gedachten zijn. En daar gaan we, dat is een live show en die gaat binnenkort beginnen. Heel interessant. Ja. Hoe ga, je dat, hoe ga je dat doen dan? Ja, daar, daar, dat weet ik nog niet. Want het is een experiment. Oh ja. Dus uh, ik weet ook niet. Uh, ik weet het niet. Dus maar ik ga dat wel ja, aan de hand van. En ik wil dat ook niet voorbereiden eigenlijk. Want als ik voorbereid, ja, dan. Uh, dat moet gewoon echt in het nu ontstaan. En ook met mensen, zeg maar. Hè? Dus het dus, is ook live, dus er is ook een chat en. Uh, uh, dus ik weet niet hoe het gaat. Het is echt een experiment. En, uh, maar ik kan wel uh, voorbeelden halen uit of mijn eigen leven of uit wat er in de media staat. Om dan in mezelf te onderzoeken en met de mensen die meekijken van goh, wat weten we daar nou eigenlijk zelf van? Ja. En wat voel ik daarin? Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is, want ik voel en de kwantumfysische importantie zeg maar van eigen gedachten en van het waarheidsveld en uh, nou ik uh, het, ik ben daar minder goed is, goed in als mij lief is om te zeggen en uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dus ik wil wel ja, ik wil, ik wil uh, daarin. En voor mij is dit een manier om, uh, uh, om in een experiment te kijken... Of, uh, of ik iets naar boven kan halen waardoor ik weet van... hé, hey, uh, dat is gek, want uh, op die en die manier... en dat kan op heel veel manieren zijn... Uh, ja, ontdek ik toch dat wat ik nu denk... dat dat gewoon geen eigen gedachte is en ja. ook geen eigen gevoel. Heel interessant. Ik vind dat mateloos interessant... Hm. Heel nice. Uh, wat vind je eigenlijk van de staat van de, van de alternatieve media op dit moment? Want dat is, ik bedoel, je bent natuurlijk zoveel jaar geleden ben je hiermee begonnen. Je hebt, ja. het, je hebt eigenlijk alles aanschouwd en meegemaakt. En opeens een, een soort van ontploffing in het, ja. in het medialandschap meegemaakt. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? naar? Ja, um, heel uh, divers eigenlijk. Dus enerzijds ben ik heel uh, gecharmeerd van. Uh, de professionaliteit die het heeft gekregen. En we zitten hier ook in een prachtige studio van jou en je doet echt vette evenementen en het ziet er allemaal heel mooi uit en ook zo'n black box of uh, uh, weltsmerts. en er zijn er nog een paar die echt uh, ja weet je wel. Ik ben zelf ooit met uh, meisjes begonnen omdat ik zoiets had van ja. Wat er nu is in dit alternatief medialandschap... ...er waren een aantal spelers die ik dacht van... ...nou, dat vind ik toch niet heel fijn om alternatief Nederlands... ...dat dat zo vertegenwoordigd wordt, zeg maar. Dus ik ga gewoon zelf iets beginnen. Um, en... Uh, maar toen was het allemaal... Uh, ...ja... ...echt alternatief. En wat ik zie, zeg maar, met die kanalen is dat... Uh, uh, het heeft een bepaalde mate van professionaliteit gekregen. Het heeft een bepaalde mate van aandacht gekregen. Uh, waarin er hele gave dingen zichtbaar zijn. En net als ik toen aan het pionieren was, voel ik dat eigenlijk nu nog steeds een beetje. Hè, want wat ik ook zie, zeg maar, in die hoek van die nieuwe hoek van die uh, uh, ja, alternatieve media, die ik ontzettend waardeer, is dat er uh, enerzijds. Logischerwijs ook hè, best wel wat spiritualiteit met kwantumfysische gevaren inhangt. Anderzijds um, ja, zie ik ook best wel um, de murmuration zwerm, zeg maar, uh, van uh, het gedachtegoed wat gerecycled wordt. En er is een gebeurtenis en. Uh, en dat is echt niet alles, maar ik zie wel. Kijk, als je regulier hebt een alternatief, dat is hetzelfde als deze en gene zijde. Die zijn onderdeel van dezelfde bol. Mm -hmm. En um... volgens mij is het nu de tijd dat we uit die bol moeten. En dat we gewoon van die bol afgaan en kijken van hé. Hey, hier is wat anders aan de hand. En uh, nee, ik kan ontzettend uh, waarderen uh, ja, dat er hele vette dingen in gebeuren, mm -hmm. uh, op allerlei niveaus. En uh, ja, dat, ik, ja, dus ik vind het heel gaaf. Weet je wel, het is ook mijn, als je het hebt over reguleren, alternatief. Dat is mijn persoonlijke voorliefde, echt wel voor het alternatief. Mm -hmm. En uh, mijn persoonlijke voorliefde is ook voor rebellie. Uh, alleen ik zie ook dat we dat eigenlijk niet moeten hebben, die rebellie. En we moeten eigenlijk veel meer naar de wijsheid van onszelf. En die is niet rebels, die is gewoon wijs. Maar is, is die op zoek gaan naar die wijsheid in jezelf niet al bijna een daad van rebellie geworden? Nee, dat heb je ook gelijk, inderdaad. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik. is voel... wel van daadkracht, hè, eigenlijk. Mm. En, uh, en rebellie en daadkracht, dat, dat kan dicht bij elkaar liggen. Hè, maar. Um... Ja. Ik, ik voel namelijk helemaal wat je zegt ook hoor. Het is ook. Het is, het is, op een gegeven moment, als je niet uitkijkt, wordt het gewoon het alternatief. Voor, ja, wordt gewoon. zet je precies tegenover het regulieren Wat dat ook mogen betekenen. En dan heb je gewoon twee dingen die gewoon eigenlijk hetzelfde doen. Maar op een andere manier. En, maar is, is dat niet juist. Komt dat niet voort? En, en schuilt daar dan ook niet gelijk het gevaar in van uh, op een gegeven moment. Aannemen dat dit waar is en daarmee stoppen. Snap je wat ik bedoel? Dat het niet meer door willen zoeken, dat zei ik net ook al een beetje, het niet meer door willen zoeken naar die waarheid, omdat je er maar vanuit gaat: oké, okay, nu weten we dit, dus nu is dit waar, klaar. Um, ja, en wat je? ik zie, zeg maar, eh, ook wat ik bij mezelf voel daarin, is dat, eh, natuurlijk ook omdat ik met Monique en Martijn leef, die eh, zie ik gewoon soms naar binnen gaan of die, die krijgen gewoon soms ineens beelden voor hun neus. Uh, waarbij ze aanwezig zijn bij evenementen op wereldschaal. En die zeggen daar dan dingen over die totaal anders zijn... als wat er zowel in de alternatieve media staat als in de reguliere media. En uh, ja, ik denk dat we het juiste spoor hebben te pakken hebben... Uh, als wij allemaal onze eigen blik daarin hebben. En niet zeg maar in de... Standje normaal realiteitsshow, die we altijd voor onze ogen krijgen, uh, onze antwoorden proberen te vinden. Hè? Maar als we die uh, gewoon in onszelf gaan vinden. Uh, het is een beetje, denk ik, wat vroeger stond: ken u zelf, ken het al. Nou, dat zie ik echt belichaamd in die twee. Het is onvoorstelbaar. Hmm. Ja. Het is niet zo dat ze daar nou at will naar gaan kijken, zeg maar. Hè? Want dat zou wel kunnen. Dat zouden ze wel kunnen doen. Maar daar kleeft altijd een gevaar aan. Hè? Dus uh, meestal krijgen ze gewoon uh, ja, iets voor hun neus, wat uh, belangrijk is om te zien. Mm -hmm. ja. en, en kan je ook, want dat, zo, 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 zo navigeer ik ook wel vaker, is: oké, okay, je ziet het gebeuren. Je neemt niet gelijk aan dat dit als, dit als waarheid is. Je neemt ook niet gelijk het alternatief aan als waarheid. Mm -hmm. En zo uiteindelijk door vervolgens daar. Ja, misschien door daar op onderzoek te gaan, kom je uit, kan je, kan je naar binnen keren om daar het juiste antwoord uit te vissen. Maar misschien zit je dan alweer, heb je dan al wat programmeringslagen die je dan, uh, die je dan misschien al hebben beïnvloed in de tussentijd. Je komt altijd programmeringslagen tegen. Als ik het mag geloven, dan zijn er gewoon wachters in je avatar geïnstalleerd. En die op het moment dat je te veel bij de waarheid of de vrijheid komt, op gaan spelen om jouw neurologie, jouw emotionele referentiepunten even te prikken. Waardoor je van dat pad afhaakt En waardoor je... Uh, niet je waarheid gaat volgen. Waardoor je... Ja, you name it. Ja. Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Als je dit allemaal zo ziet... Hè, en je ziet... Um, en, en je gelooft echt inderdaad... Nou, in... in wat Martijn en Monique en, en mensen... Die, uh, die, die er zo in staan zeggen... Voel je dan... Nou, laat ik het anders zeggen... Is het de bedoeling om, is het ons, het is voor ons de bedoeling om dit allemaal te doorzien en hier dus uit te stappen op, op den duur? Is dat eigenlijk wat ons te doen staat? Ja. En daar is heel veel mee aan niks. Daar is... Uh ik moet uh, wat, naar, naar, wat naar voren komt is een beeld uh, waar zij het beide ook met regelmaat over hebben. Dat is Anadia en dat is een soort uh, ambassadeplaneet waar uh, acht miljoen rassen vanuit de hele kosmos uh, bij elkaar komen um, om onder andere hier, maar ook heel veel andere gevallen werelden. Um, om daar contact mee te hebben en om die gevallen werelden te enteren... Uh, om die weer vrij te maken, zeg maar. En uh, ja, dat is heel indrukwekkend. En uh, om, Martijn, om een uitspraak van Martijn aan te halen die zegt van... ja, we zijn hier op aarde nog niet eens begonnen te spreken... Uh, over de diepte waarover we het hier over hebben. Ja. Dus we hebben eigenlijk nog geen idee. Nee, en, en, uh, en dus hebt op, op zich heb je hem heel mooi, wel heel mooi samengevat. Want dat is gewoon het anker, weet je wel. Dat is gewoon en terug naar jezelf en uh, zien wat er hier voor onze ogen zich afspeelt. En, en, en het wordt echt tijd dat wij openlijk erkennen, zeg maar, dat er gewoon ongelooflijk gerotzooid wordt. En op het moment dat je in spiritualiteit gaat en dat niet meeneemt, zeg maar, als mogelijkheid, mm -hmm. ja, dan gaat dat echt niet gebeuren. Nee. Het is uh, heel serieus wat, uh, wat hier speelt, zeg maar. En uh, ja, er wordt alles op alles gezet dat wij daar niet komen. Dus om lekker in afleiding X of Y te gaan, prima. En daar mag je je top bij voelen. Daar mag je tonnen mee verdienen. Daar mag je zalen vol mee trekken. En het maakt geen donder uit. En je moet zelfvrij zijn. En uh, regardless. Ja. is een goede disclaimer. Ja. ja. En een goede <laughs> waarschuwing voor iedereen die je hiermee bezighoudt. Ja, het, het voelt. Uh, ik kan er gewoon voor mij ook zo'n gesprek net als dit. Ik kan er ook gewoon weer een soort van de dingen uithalen die voor mij gewoon heel erg werken. Niet en ik, dit, dit voelt voor mij ook echt wel zo. Je ziet gewoon heel veel mensen zichzelf verliezen in allemaal van externe dingen. Ook in de spiritualiteit, weet je wel. Ook net zo goed. En, ja. um, en hoe moeilijk het ook is. En dat, dat, dat is voor mij net <laughs> zo moeilijk als voor iedereen. Nou, vind ik het wel heel tof dat je het zegt. Maar toch zoveel mogelijk proberen bij jezelf uit te komen... bij je kern uit te komen. Ja, en wat er ook gebeurt met spiritualiteit... Hè, en dat is ook allemaal goed en fijn... Hè, is dat je gewoon een beetje uit je daadkracht gaat. En dat het toch wat zacht wordt, zeg maar. En we zijn gewoon ook warriors. En we moeten gewoon echt vet... met die vuist op tafel gaan slaan. Heel vet. En uh, dat, dat moet ook. Dat is onderdeel van die kwantumfysica. Ik, ik kreeg een klein beetje kippenvel van toen je dat zei. <laughs> warriors, ja toch? ja toch? Ja, man. Ja. Super tof Arjen, mag ik jou vriendelijk bedanken voor uh, je hele reis hier naartoe. Voor al je werk, wat je al zoveel, uh, zoveel jaren hier doet. En uh, nou, voor alles moois wat, je, wat er nog gaat komen, wat je gaat maken. Nou, heel graag gedaan. Dankjewel. En man. jij ook bedankt. Super tof. Uh, wij sluiten dit eventjes af en dan uh, gaan we daarna nog door met de kijkersvragen. En dan uh, ben je weer helemaal vrij voor vandaag. Yay! <laughs> Lieve vrienden, als jullie het tof hebben gevonden... ...doe mij een groot plezier door de podcast te delen... ...met jullie vrienden op jullie socials. Dank jullie wel voor het kijken natuurlijk. En op www.hetrummershow.com kunnen jullie financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij. Iedereen aan werkt natuurlijk enorm. Uh, wij gaan door met de kijkvragen Als jullie wil kijken op Dead Spirit, super tof, lekker bezig. En voor de rest die op andere platforms moeten kijken... Kom, ...kom, ga over naar Dead Spirit. Daar gaan we door met de kijksvragen met Arjan Bos. Dank jullie wel voor het kijken. En we zien jullie de volgende keer weer. Of bij de kijkvragen zo. Ciao.